God, onrecht en ik. De volgende weken en verleden week en ook vandaag zijn we bezig over het karakter van God. Het karakter van God. God is liefde, hè, dat weten we. Maar dan zeggen de mensen, en als God bestaat en als God liefde is, waarom? Kom volgende week terug. Die vraag ga ik volgende week beantwoorden. Waarom is God? En waarom laat God dat toe? En waarom, als je in de Bijbel leest, in het Oude Testament, zie je dat God de hele mensheid doet vergaan? Wanneer was dat? Wie weet dat nog? Moet nu meedenken in het Bijbelse kader, hè? Moet niet zeggen, ja, maar dat is niet waar. Nee. We volgen nu gewoon even mee het Bijbelse kader, waar of niet. Volgens de Bijbel. He, zie je dat God toch wel drastische dingen doet op bepaalde momenten. En op een bepaald moment vernietigt hij alles. Buiten 8 mensen. Wanneer was dat? Wie weet het? Hoe zegt u? De tijd van Noach, de zondvloed. Hoe kunt je potverdikken, combineren dat God liefde is en op een moment zegt, weg ermee. Allemaal verdrinken. Ook de vissen. Allemaal verdrinken. Daar gaan we volgende week een antwoord op geven. Maar vandaag gaat het over God, onrecht en ik. Ik heb speciaal niet gezegd in mijn titel en jullie. Maar eigenlijk is het bedoeld naar jullie ook toe. God, onrecht en ik, daar gaan we het over hebben. En ik heb een Bijbeltekst, want we gaan het in het Bijbels kader situeren vandaag. Daarom dat u in deze kerk bent. U hoeft daarom niet akkoord te gaan. Maar goed, we gaan deze logica respecteren en volgen en zien waar we komen. U gaat verschieten. 2 Korintiërs 5, 10, wat is dat? Is dat een wetenschappelijke formule? Nee, dat is de tweede brief van de apostel Paulus aan de kerk in Korinthe. Ja? Waar lag Korinthe? Wie weet dat? In welk land nu? Niet in België. Allee. Griekenland, goed. 2 Korintiërs 5, vers 10. Dus vijfde hoofdstuk, vers 10. En dan moet je goed zien wat Paulus zegt. Paulus heeft het daar over ons gedrag. En hij zegt, pas op, mannen, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat één ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Er komt een dag dat je voor Jezus staat, voor de rechterstoel van God. En God gaat zeggen, waarom ga je zien? Ah, Jeff Kevermassa. Oh nee, wacht, dat is een bekende naam. Sven Marie, dat is ook een bekende naam. Dat zijn allemaal gangsters. Daar gaan we even over praten. Dat zijn geen gangsters. Maar Jeff van der Stappen, jij hebt serieus er tegenaan gegaan. Enfin, de Bijbel zegt dat er een dag komt dat er een oordeel over uw gedrag gaat komen. En dat is misschien leuk, maar dat is ook misschien minder leuk. Ik ga het onderwerp even een beetje duidelijker maken. Ik heb hier een appelflap bij. Ik heb goed nieuws, want ze biedt zijn er mini koffiekoeken. En dit is mijn favoriet. Dat is een appelflap. En ik wil u een illustratie geven over onrecht, recht, gerechtigheid en ik en jullie. Dit is mijn favoriet, maar dan groter. Wij wonen in Kapellen op den Bosch en je hebt daar een Carrefour. En daar is een afdeling van koffiekoeken. En wat is het geval nu? Vroeger lag daar alleen appelflappen. Dus ik pakte een, ik ging naar huis, appelflappen, 2 altijd. Maar nu, de laatste tijd, zijn er kriekenflappen bijgekomen. En zijn er ook chocoflappen bijgekomen. En die liggen heel mooi, ingedeeld. Appelflap, kriekenflap, chocoflap. Dus hier liggen de appelflappen, met 2 appelflappen naar huis. Ik bijt ervan en ik smaak choco. Ze zeggen, zo niet, hè. Allee, ik geef mijn geld eraan, maar ik eet niet graag choco. Ik vind dat niet eerlijk. Voel je mij komen? Dat is niet rechtvaardig. Ik geef mijn geld eraan en eigenlijk smijt ik die weg, hè. Ik moet dat dus niet hebben. Vinden jullie dat dan niet... Dat is toch niet rechtvaardig?
Maar nu mijn punt. Ik heb daar iets op gevonden. En ik ga dat demonstreren met dat klein appelflapje. Dus ik denk, ik vind dat niet eerlijk. Dus ik ga terug, elke dag. Werkdag. Ik ga ervan uit dat ondanks de benamingen, dat ik niet zeker ben als ik onder appelflap ga, dat ik een appelflap heb. Dus wat doe ik? Ik kijk goed rond. Ik pak een appelflap en ik doe dat. Choco. En pak ik de volgende. Begrijpt u waar ik naartoe wil? Over onrecht en gerechtigheid. Ik ga nu een meer duidelijk... Allee, ik vind dat dat een duidelijk voorwerp is. Maar ik wil een ander... Hier zijn ze dus, in reclame. Die zien er zo uit, hè, in de Carrefour. Hè. Dus ik steek mijn vinger hierin. Klopt. En dan smaakte... En ja, één keer op twee heb ik direct prijs. En dan kom ik thuis, zeg ik tegen mijn vrouw... Moet je een appelflapje hebben? Dan krijg je die mijn gat in. Ah ja, maar goed. En iets anders. Wie kent deze twee mensen? Wie kent die? Dat is tegen mij dat je hebt. Anthony de Klerk is het jongetje met de big smile. Die zal nu in de 30 zijn of zoiets, denk ik wel. Hè. Maar wie is dit? Hamel. Nee, als je in blokken zou meedoen, was dit antwoord niet goed. Hè. Van Hamel. Hoe is zijn voornaam? Danny? Danny van Hamel. Niet vergeten waar ik het over heb. Hè? God, onrecht en ik. En wij en jullie. De Danny van Hamel, op VT4 is er een serie over zijn leven. Wie heeft dat al gezien? Ik vind het heel leuk, heel spannend. En het gevaar is, vind ik, dat je begint enorme sympathie te krijgen voor die figuur. Maar die heeft wel levenslang gekregen. Die heeft wel levenslang gekregen. Niet voor de Securitas overvallen, de gewapende overvallen op Securitas geldtransport. Dat is afzonderlijk beoordeeld geweest. Maar die heeft levenslang gekregen. Voor het ontvoeren van de zoon van een van de rijkste mensen van België. Hoe noemt hem weer? De Klerk. De Klerk, hè? Anthony de Klerk. De Klerk is de grote familie die in West-Vlaanderen heel grote industriële macht zijn, eigenlijk. En op een bepaalde dag heeft Van Hamel met zijn bende die kleine ontvoerd en gezegd, als je geen losgeld geeft, dan gebeurt er iets met de kleine. Nu, daar staat levenslang op, in principe. Daar staat assisen op. Dat is gelijk aan moord en aan brandstichting. Dat zijn assisenzaken. In het oude systeem. En die wordt dus voor een jury in het Assisenhof veroordeeld tot levenslang. En in de tv-uitzending ziet je hem zeggen, ik heb mij moeten inhouden, want ik wou naar de rechter zijn keel. Ik wou naar de rechter springen en zijn keel toenijpen. En ik heb dat net niet gedaan, want dit was niet eerlijk. En dan komt je tot, we komen tot een principe dat in de meeste mensen hun leven aan de gang is. En dat is, je wordt onrecht aangedaan en je antwoordt met onrecht. Ik ga dat verduidelijken. Danny van Hamel zegt, ik heb die kleine ontvoerd met mijn bende, maar wij zouden die kleine nooit kwaad gedaan hebben. Die was zelfs 4 kilo verdikt. Als ze hem gelost hebben, die zal waarschijnlijk appelflappen gekregen hebben. Die was 4 kilo verdikt bij zijn vrijlating. Ze hebben die nooit bedreigd met de dood. Maar natuurlijk, de wet is de wet. En hij heeft gekregen wat hij feitelijk verdiende volgens de wet. Dat is gerechtigheid. Dat is recht. Dat is God. Maar hij vond dat niet eerlijk, omdat hem verzachtende omstandigheden pleiten. En daar kan ik niet in komen. Want eigenlijk zegt Van Hamel ook op tv, daar is ander krapul, echte bandieten. Die 10 jaar krijgen voor moord en zo. En dus, wat begint hij te doen? Hij begint zichzelf te excuseren. En een tweede voorbeeld uit Van Hamel, de reeks Van Hamel, is dit. Hij zegt, ze zeggen, hoe zijn ze nu een bandiet geworden?
En wel zegt hem dat simpel. Mijn vriend en ik, we waren 19 jaar, macho's achter de meisjes. En mijn vriend, ik had een nieuwe Toyota Corolla. Prachtige wagen. En mijn vriend die had zo'n verbouwd spel met mijn afgezaagde chapement, met heel veel lawaai. En wij komen 's avonds voorbij het huis van de meisje om een beetje show te geven. Ze halen de politie daarbij. En wat gebeurt er? Hij wordt veroordeeld tot 20.000 frank boete. En dat is 40 jaar geleden. Dat is nu misschien 5.000 euro. En hij zegt, dat was niet rechtvaardig. Want het was niet ik die daar voor tumult gezorgd heeft aan dat huis. Maar mijn kameraad met zijn abart en wat weet ik allemaal. Met zijn groot lawaai, met zijn auto. En ik heb moeten betalen. Dat is niet rechtvaardig. En ik heb beslist, zegt Van Amel op tv, dat nooit het gerecht van mij 1 frank krijgt uit mijn zak om een onrechtvaardige boete te betalen. Dus ik ben gaan pikken. En zo is hem in de misdaad geraakt. Het is een fantastisch voorbeeld hoe wij functioneren. Hoe velen van ons functioneren. We worden onrecht gedaan en we antwoorden met onrecht. Het is precies dat onrecht in de mens ingebakken is. Vindt u dat ook niet? Wat denkt u hiervan? Ik had nog een paar voorbeelden, maar ik denk dat deze duidelijk zijn. Bij velen is het zo dat we het kwaad, luister goed, het kwaad van de rest van de wereld nemen als excuus om zelf dingen te doen die niet juist zijn. En blind te blijven voor onze eigen onrechtvaardigheid en onrecht. En weet u wie daarbij een grote rol speelt? Ze. Wie kent ze niet? Ze, dat zijn de anderen. Dat ze die politiekers eens aanpakken. Dat ze die grote zakenmannen eens aanpakken. En dat zijn dan dezelfde mensen, de kleine arbeider, de kleine bediende, die in het zwart werkt als hem kan. Dat is juist hetzelfde. Die BTW ontduiken. Die hun belastingaangifte vervalsen. Neem staken. Neem staken. Er was een staking van het openbaar vervoer. En u bent het slachtoffer. Als u een groene jongen of een groene madame bent. Want u gaat met het openbaar vervoer en u staat in de sneeuw. Hè? U staat in de sneeuw. En jij moet boeten. Omdat de mensen hun voorrechten misbruiken om wraak te nemen op de politiekers die met een onrechtvaardig pensioenvoorstel aan de slag zijn. Want daar ging het over. Daar komt een staking van de openbare dienst om te protesteren tegen een politiek voorstel dat niet eerlijk is in vele mensen hun ogen. Maar dit is hoe de wereld een puinhoop geworden is. En ik had ze daar straks al genoemd. Wie kent de linkse? Wie? Wie? Wie zegt dat daar? Wie heeft dat gezegd? Je bent bij de flikken in Brussel, hè, jij. Zijn ze bij de politie in Brussel? Pas op, hè, mama. Abdesalam en Sven-Marie, nog zoiets. Niemand gaat zeggen, laat die vrij. Zelfs christenen, als die moest in Amerika zijn, zouden de christenen zeggen, brengt die, laat de doodstraf. De christenen, heel veel christenen in Amerika zijn voor de doodstraf. Gaan we volgende week eens over praten. Is dat bijbels, is dat niet bijbels? Abdesalam, niemand met een beetje zin voor rechtvaardigheid gaat zeggen, laat die vrij. Sven-Marie wel. Hij gaat zoeken in de gaten, in de wet, om die man vrij te krijgen. En dat is iets dat je bij God nooit niet kunt. Bij God zijn er geen gaten in zijn wet. En krijg je uw verdiende straf. Of krijg je gratie. En dan kom ik tot mijn punt van de prediking. Misschien vragen jullie, waar gaat hem naartoe? Wel, hier gaan we naartoe. Wat heeft dat met God te maken? Onrecht zit in de mens gebakken en het is altijd de andere. De Bijbel, Gods boek, zegt over de mens dit. Niemand is rechtvaardig.
We spelen nog altijd volgens de regels van de Bijbel. Hè? Niemand is rechtvaardig. En dat is de conclusie van wat ik wil laten zien heb daarjuist. Het onrecht zit in de mens gebakken. En we hebben de neiging om blind te zijn voor ons onrecht en de anderen de schuld te geven. En meer nog, om het onrecht in de wereld van de anderen te nemen om zelf fout te gaan handelen. Niemand is rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, niemand die God ernstig zoekt. Dit is wat de Bijbel zegt. En daarvoor heb ik die voorbeelden gegeven, om u een beeld te geven, om u een beeld te geven dat onrecht in iedereen zit. Mijn en overgebeur. Brave jongen, brave mens. Ik weet dat jij dat gezien hebt. Maar ze hebben daar, je hebt dan zo'n beetje een stoep en daar is dan een stuk een spie met aarde die het bestuur van Kapellen op den Bosch, de mannen van de stad, onderhouden. En ze hebben dat opnieuw aangelegd en daar is daar ene voor zijn deur ongeveer, met zijn wagen komen opdraaien. En dus in die aarde die los lag, is zo ingezakt. Nu is dat al weken dat die gebuur vertikt van zelf zijn schub te nemen. Dat is 1 minuut werk. Zelf zijn schub te nemen en te zeggen, weet wat, ik ga die put vullen, want die aarde, dat is altijd evenveel aarde, alleen is daar een put en ligt daar een hoop. Dus doe dat zelf. Dat is de mens. Dat is de mens all over the world. Zo zitten wij in elkaar. En dat zegt God door Paulus. Niemand is rechtvaardig. En dat heeft consequenties. Dat heeft consequenties bij een rechtvaardig God. En dat zit in de volgende tekst. Want allen hebben gezondigd. Dat is het officiële woord. Voor onrecht doen. Ja? Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat is voor sebiet. Ik kan zien dat ik die kan wissen. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. De Bijbel zegt dat de mens, zoals hij is, het moest stellen, derven, dat wil zeggen niet hebben, dat de mens, zoals hij is, zonder goddelijke tussenkomst, niet moet rekenen op de gunst van God, op de aanwezigheid van God en nog minder op eeuwig leven. Dat is wat de Bijbel zegt. Dat is niet mals. En wij hebben respect voor ieders geloof. Maar ik moet onwillekeurig denken aan mijn eigen geloof van vroeger, het katholiek geloof. Daar waren mensen die dachten dat je bij Maria of bij de heilige terecht kon om je een zetje te geven. Dat werkt zo niet. Dat werkt absoluut zo niet. Beste vrienden, het heeft geen zin welke godsdienst ook aan te hangen als Gods gerechtigheid, als daar niet aan voldaan wordt voor uw leven. En daar heeft God voor gezorgd. Daar heeft God voor gezorgd. Wij derven de heerlijkheid Gods en worden, en dat was de zin die ik zocht, en luister nu goed, want die zin kwam daarachter. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet. Dat is een juridische term. Wie weet, ons Deborah is hier niet, die studeert rechten. Wie weet wat het tegengestelde is van om niet. In het wettelijk jargon. Om niet. Dat heeft een tegenhanger. En die tegenhanger is een bezwarende titel. Dus ik ga het nog eens herhalen. Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Omdat God een heilig, perfect, rechtvaardig God is. En worden om niet, en dat is dan de oplossing die God geeft, worden om niet gerechtvaardigd. Gerechtvaardigd, dat wil zeggen, je zij schuldig, maar God gaat u onschuldig verklaren. Dat is rechtvaardigen, in theologische Bijbelse termen. En worden om niet gerechtvaardigd, luister nu goed, uit zijn genade,
door de verlossing in Christus. Hou dat vast. Dit is mijn conclusie. Hem heeft God voorgesteld als verzoening, als goedmaking voor uw ongerechtigheid door het geloof. En dat is waardoor wij hier zitten. Er zijn twee soorten mensen op de wereld. Pas op, nu wordt het hard. Hè? Er zijn twee soorten mensen. Goeie en slechte. Nee. Witte en zwarte. Nee. Er zijn rode ook. En geel. Er zijn mensen die nog in hun schuld zitten tegenover God. En die gaan verloren als ze sterven. Die hun geest, hun levensadem, gaan niet naar God. Maar gaan naar een andere plaats die niet goed is. En die mensen kunnen nooit rekenen in dit leven op de volle steun van God. Ik zeg niet dat die mensen ook geen tegenslag gaan hebben, maar in hun tegenslag, in hun ziekte, in hun armoede, zal God naast hen komen staan en hen uitredden en hen zegenen. Dat is de andere soort. Er zijn maar twee soorten mensen. Dat zijn mensen die... Niet mensen die gezondigd hebben en niet gezondigd. Er is niemand. Allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En moeten het stellen zonder God zijn volle bijstand. Maar God zelf heeft voor een rechtvaardiging gezorgd. Uit liefde. Dat is het kenmerk van God. Het eerste kenmerk, de liefde. En God heeft gezegd, weet je wat? Ik ga één voorstel doen om dat te cancelen, die vloek. En dat ene voorstel is het offer van Jezus op het kruis. Door zijn heilig bloed. Hij is gestorven, dat kennen we allemaal, voor de zonde van de wereld. En dat is de gratie. Dat is de gratie. De cadeau. Die iedereen kan krijgen op één voorwaarde. Niet door goede werken, hè, beste katholieken. Niet door goede werken, hoor. Die komen achteraf. Niet door goede werken. Niet door Maria. Niet door Mohammed. Niet door Allah. Niet door whatever, whoever. Ik zit nog altijd in de Bijbelse logica, oké? U bent vrij om te zeggen, ik aanvaard die Bijbelse logica niet. Voor mij boel. Maar de Bijbel zegt dat iedereen feitelijk het moet stellen zonder Gods volle zegen. Behalve als je Jezus in je leven de plaats geeft die hem toekomt. En dat is degene die gestorven is voor al uw onrecht. Te compenseren in de ogen van de Vader. Omdat de Vader, omdat God rechtvaardig is. God is rechtvaardig. God is rechtvaardig. God is perfect. God is heilig. Mannen, kom hier. I want you here. Come on. God is rechtvaardig. God kan niet leven met zonde. Dus ook niet met u. En met u en met u. Behalve als er iets tussen staat dat die zonde compenseert op een waardige manier. En dat is maar één ding. Eén persoon. Jezus Christus, zijn bloed, zijn dood. Het perfecte offer, want Jezus heeft nooit gezondigd. Met Pasen krijg je daar meer over. En dit is mijn conclusie. Wie het volle leven wil, het volle leven, die moet niet op zijn kop gaan staan. Die moet geen raar toeren doen. Die moet gewoonweg de Bijbel eens goed lezen. Die is feitelijk een ingewikkeld boek, maar te herleiden tot een zeer simpel basisprincipe. En dat is, iedereen is onrechtvaardig. Doet onrecht en ongerechtigheid. En God kan daarmee niet leven. Dat is nu het karakter van God. God is heilig. Verleden week. En volgende week. God is heilig. Maar God zegt, ik voorzie in een compensatie. En die compensatie heb ik juist gelezen. En dat is door Jezus Christus, door genade, door het geloof, via het geloof. Jezus is voor u een gratis. En als je in Vlaanderen gratis zegt, en in Holland, dan zijn we er allemaal bij. Gratis. God geeft gratis. Ja? God geeft gratis uw eeuwig leven.
en de zegen voor de toekomst over dit leven voor u. Hij geeft dat gratis, maar u moet het geloven, want anders werkt het niet. En dat is het fundament van deze kerk. En daar ga ik bij sluiten. Ik ga daar alleen iets bij aanvullen. En dat is wie die stap durft te zetten. Pas op, hè. Je moet zeggen, ik ben ook onrechtvaardig. Ik ben zoals de Neri met zijn vinger. Wie met zijn vinger in de appelflap gaat. Maar op mijn manier dan. Want ik vind dat niet rechtvaardig dat die appelflappen en krekenflappen en chocoflappen tussen elkaar liggen. En ik neem dat als excuus voor mijn vinger. Onthoud één ding van deze preek. Dat. En u begrijpt direct hoe onrechtvaardig en hoe rechtvaardig ieder van ons is. En dat zijn mensen die veel onrechtvaardiger zijn. En oeh, la 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 la. Ja, ja, ja. En je moet niet zeggen, ja, maar dat zijn goede mensen. Ja, dat is zo. Maar die zijn ook niet perfect. En in Gods ogen ook onrechtvaardig. De laatste tijd al het nieuws gevolgd misschien. De mensen van Oxfam. De seksschandalen bij de UNO-soldaten. En moet ik er nog noemen? Vergeet het maar. Hè. Maar er mag niemand een excuus geven om zelf het varken verder uit te hangen. Of ons ding te doen om onszelf onze foute wegen te rationaliseren. En een naam te geven. God ziet door alles door. Dit is het einde van mijn preek. Met de foto die ik te vroeg gelanceerd heb. Dus wie is dat? Roep het eens allemaal. Billy Graham. Ongelooflijk. Wij leven in een patattenland, joh. Dat kun je niet geloven. Waar zijn de Hollanders? Hé, hier ze. Maar wij leven... Ah ja, maar je leeft ook hier. Dus je leeft ook in een patattenland. Eigenlijk is België een patattenland. Op VRT is er daar een programma. Hoe noemt dat, schat? Hetgeen dat wij niet graag zien. Iedereen beroemd. We zijn daar ook al. We zijn daar trouwens ook al in geweest, hè, met ons Marie. Iedereen beroemd. En in Iedereen beroemd is er altijd een stukje af en toe van een Belg die door Amerika rijdt met zijn fiets. Katja, dat is nog iets voor u. Waar zit Katja? En weet je wat? Op een bepaald moment zie ik dat een van die Amerikanen zegt, do you know Billy Graham? En die een Belg, die zegt, nooit niet van gehoord. Kan u zich voorstellen dat de meeste Belgen, als je zegt Billy Graham is overleden, zeggen, wie? Billy Graham is de grootste evangelist in de wereld. Allee ja, wie gaat dat afmeten? Maar bij wijze van spreken, de grootste evangelist die met wereldleiders gesproken heeft over wat dat ik hier vandaag gepredikt heb, hè? Over niks anders, hè? Die daarover gepredikt heeft, die raadsman was van 5 Amerikaanse presidenten. Hij is overleden op 99-jarige leeftijd. En als conclusie wil ik van Billy Graham springen naar mijn eerste tekst, want wij moeten alle verschijnen voor de rechter, voor de rechtertroon van God. Vergeet dat niet, dat was mijn begin, hè, voor de appelflap. En als u dat aan de ene kant houdt, en Billy Graham aan de andere kant. Dan gaan we er komen. Want Billy Graham die is wereldberoemd voor zijn evangelisatie over wat ik hier gezegd heb. Over rechtvaardigheid, het derven van Gods heerlijkheid. Dat was zijn simpele boodschap. En die zei altijd 3 dingen. Wie kent zijn 3 punten waar hij het altijd over had? Hij zei... Er is 1 ding, er zijn een paar dingen waar je niet buiten kunt. 1, en waar je niks kunt aan doen. Hè. Ten eerste, je wordt geboren. Ten tweede, je gaat sterven. En ten derde, je moet verschijnen voor de rechtertroon van God. Dus zorg dat je er iets aan doet. En dat je niet voor een verrassing komt te staan. En dat was Billy Graham zijn 3-voudig snoer. Hij zei... Er zijn 3 zekerheden. Je wordt geboren, je kunt er niks aan doen. Je gaat sterven, je kunt er wel iets aan doen. Maar ja, maar je kunt toch niet blijven leven. En ten derde, je gaat voor de rechtertroon van God komen. Dus, beste vrienden, misschien is dit
Voor diegenen die zich afvragen, wat doen ze daar in die kerk? Wat een secte is dat? Dat is geen secte. De grootste secte is de katholieke kerk. Als je gaat in de Vandalen kijken naar een definitie van kerk, dan staat er geschreven dat dat een richting is, een filosofische of geloofsrichting, die afgesplitst is van de hoofdrichting. En dat is net wat de katholieke kerk gedaan heeft. Zij heeft zich afgesplitst van het oorspronkelijke evangelie, van handelingen en van de evangelie. Maar ik ben ook van katholieke afkomst, iedereen. Ofwel zijn de socialist, ofwel zijn de katholiek. Maar goed, ik wil concluderen met te zeggen, beste vrienden, God is rechtvaardig, maar wil gratis, maar wel doordat jij het wil geloven, daar verandering in brengen in uw leven. En het punt is, dat is mijn allerlaatste volzin, je gaat dat ook voelen in je eigen leven. Als je die beweging naar Jezus maakt en gaat bidden en zeggen, Heer, vergeef mij mijn zonde. Wilt u mij vergeven? Dan komt er in u, dan komt er verandering. Dan gaat u de dingen anders zien van uzelf. Gaat u veel nederiger worden. Dan gaat u ook de wereld met andere ogen bekijken. En gaat u ook de toekomst, dan gaat u ook de toekomst van deze wereld met andere ogen bekijken. Want ooit komt Jezus terug naar deze aarde. En dat is geen fabeltje. Om vrede te brengen. En zal er geen ongerechtigheid meer zijn. Ik wens u God zegen.